Marzani. Voorzetten met links en die bal wordt gered door Jakkers. Uiteindelijk gaat hij er dan toch in. En dan staat Lommel op voorsprong via Robin Henkens. Moet dat dan zijn geweest, want hij is degene die de goal opeist. Van het seizoen na twee assists. Robin Henkens. Hier Arzani. Goeie bal met links, gevaarlijk. En dan via Mertens en nog iemand van Maasland Beveren. Van Nello is het zelfs. En de paal komt hier bij Robin Henkens terecht. Jakkers pakt eerst nog, maar dan heeft hij pech. Arzani. Ja, dropt hem in het pak. Chimanga kan wegkoppen. Jacobsen goed voor Effert. Controle is prima. Effert worstelt er zich door. Tackle van Verschuren. Effert nog steeds. Dan Belgali, maar daar is Mertens. En nu kan Maasland Beveren gelijk maken met Jente Mertens. En die trapt hem binnen. En zo is het 1 tegen 1. 1 echte scherpe counter van Maasland Beveren. Meer was er niet nodig. Al hadden ze wel wat meeval. Van Maasland Beveren hier Effert met goede inspanning. En Belgali ongelukkig. Bertone meteen tot bij Mertens. Dat was klaarkijkend. De busser is gepakt door zijn benen. Doelpuntmaker is nummer 2. En dus goed binnengeschoven door Jente Mertens. Het gaat erin draaien, de bal worden van Témon. Beetje ingestudeerd en Diony gaat koppen en scoren. Het staat 0-1 voor Mouskroen. Het was een beetje verwarring wie de vrije trap zou nemen. En het werd uiteindelijk de linker van Clément Témon. Zij dus terugkeerde om het roer over te nemen van Enzo Schifo. Kijk eens, moederziel alleen. Gewoon alleen. Ik denk dat het Blondel was die hem moest bewaken. Maar die had daar nog iemand anders, was die had Chevalier. Dus wie had initieel daar de taak om Diony. Want Mini met een voetje ertussen. En dan krijgt hij hem mee. En als dit snel gaat, kan het 2 tegen 1 worden. Olivier Mini gaat door. Victor Bono moet opletten, want hier is nu Ribeiro. Wordt het 0-2. Het is 0-2. Wel, wel, wel. Wat gaat het plots heel snel in de Dakota Arena. Wat een loopzuivere, snelle omschakeling van Les Hurlus. En amper 3 minuten na de openingsgoal van Christophe Diony scoort Lucas Ribeiro. Los afgestraft door Mouskroen. Moeilijk te zien hier op het camera-standpunt door de vele mist. Maar ja, dan merk je dus dat het heel snel gaat. En Mini geeft op het juiste moment gewoon die bal aan Lucas Ribeiro. En die scoort opnieuw. Zoals hij dat ook dus deed op speeldag 11 in de 2-0 zege van Mouskroen tegen Deinze. Andermaal dus een doelpunt van Lucas Ribeiro. Dit ziet er plots heel benard uit voor SK Deinze. Vindt hij bij Bizimana. Hendricks. Dan Soko meteen doorgetikt naar Chalouk. Dit moet afgewerkt worden en Youssef Chalouk doet dat. En dit is een belangrijk doelpunt natuurlijk voor het verdere verloop van de wedstrijd. 50ste minuut. Er is nog tijd voor Deinze om recht nog wel een... En hij bedankt met een doelpunt. De man die dus voor aanvang van de wedstrijd de award kreeg van speler van het seizoen vorig jaar. Nieuwe bal van Abrahams, dat is een goede opnieuw. In de voeten van Hendricks, die gaat niet meteen kunnen trappen. Openen dan maar. Nog eens een voorzet. Daar komt hij aan de tweede zone. En die gaat er nu wel in. Het is 2-2. Het is 2-2. Wat een terugkeer in de partij van KMSK Deinze. En wie heeft die dan in de dichte mist binnengekopt? Is het Victor Bonen? Er is verdiend hoor, op basis van wat we gezien hebben in die tweede helft. En een goede voorzet van de invaller Kurt Abrahams. En Nick Gillicke zal een paar goede saves uit zijn mouwen mogen schudden. Maar hier had hij geen verhaal tegen. En wat wordt het nu? Efficiënt. Dat is goed binnendoor. En nu kijken naar Klaas, maar niemand centraal. Ja, dat is jammer, want daar zat veel meer in. Goed doorsteek, Paasje en Vistion nu. Oh, wat een heerlijke goal. Schitterend doelpunt en de eerste echte bal tussen de palen. Voor Thomas en Vistion. Voor Jarno de Smet. Dit was al een goed binnendoor, Paasje. Klaas. En dan hier voor zijn linker klaarleggen. Goeie krul, goede draaiing zat er in die bal. En onhoudbaar voor
Jarno de Smet, knappe goal. En Lierse opnieuw op achtervolgen aangewezen. Dat kaartje vragen is kaartje krijgen. Jensen tegenover Anne. Wie trekt aan het langste eind? Komt Vierton hier op voorsprong. Souleymane. Keur van Anne. En een 0-1 voor Westerlo. 0-1 voor Westerlo. Dat hadden we niet zien aankomen na de eerste helft. Anamin Gazouini. Souleymane Anne die het wel fantastisch afmaakt. De cool die hij kan bewaren. Jordan Hofgoten nog eens, dat is niet slecht gedaan. En daar is de goal, daar is de gelijkmaker. Perdikidzi zorgt voor extase in de tribunes van het Kuipje. Perdikidzi kopt de bal via de lat in doel. Het is een verdiende gelijkmaker voor Westerlo. Maar oh, wat is dit zuur voor Vierton. Maar ook in de tweede helft hadden zij het overzicht. Ze hadden niet heel veel kansen, maar er waren zeker wel kansen. Goeie bal van Jordanov.